Nazi-Duitsland is natuurlijk bekend voor zijn propaganda. Ze waren eigenlijk, ik kan misschien wel zeggen, een van de eerste die propaganda op deze manier uitgebuit hebben. Maar onderschat de Amerikanen niet, want in 1940, 1941 komt er een prachtig klein Adolf Hitlertje op de markt. Nou, je ziet het al, tijdens het naaien kon je daar, mocht je je naaldje even kwijt willen, die kon je dus even in de achterste van meneer Hitler proppen. En het schijnt zelfs dat de toenmalige president Roosevelt, die vond het zo grappig dat hij er zelfs eentje op zijn bureau had staan. Ja, het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van geallieerde propaganda. Lachwekkend. Ik denk dat iedereen hierom kan lachen, zowel kinderen als volwassenen.